En we zagen Beuken waar de vlag naar beneden doet en de start is gevallen. Wie neemt de leiding? Het kan er maar één zijn en die heeft hem ook. Dat is Sarah Bloemenobel. Sarah Bloemenobel gaat als eerste op weg naar de bocht. Op de tweede plaats stond Freo. De derde plaats daarachter is voor Fred Handelaar. Die goed weg is gekomen met Everglide Rapida. Zo gaan de pijlen de eerste bocht in. Kijk even of ze er allemaal goed doorheen gaan. Doen ze, maar niet allemaal even snel. En zo gaan de deelnemers de bocht door. Een paar metertjes verlies voor Samantha Stolker. Die een paar meter verlies met Kita Selecte. Zo komen de deelnemers hier voor de tribune. We hebben nog 300 te gaan. Uitgeschakeld paard nummer 5. 5 galop. De 5 eruit even bij de Rapida. Fred Handelaar dus niet meer bij. Uitgeschakeld paard nummer 4. 4 galop. En dan komt de Malfieder niet meer bij. Precies de tegenwaard die we genoemd hadden. U weet dus dat vanaf nu wat hij moet spelen. Niets de paarden die ik noem. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Sarah Bloemenobel leidt. Tweede plaats daarachter is voor Hiltje Chalsma. Ligt er heel mooi in. Met Bernie Boshoeven. Derde plaats daarachter Donder Freo. Dan een hele tijd niets. En op de vierde plaats daarachter ligt John Maurits met Navy Blue. Zo gaan de paarden de bocht in. Achter John Maurits volgt dan Samantha Stolker met Kita Select. En achter Kita Select volgt dan nog één deelnemer die de aansluiting nog redelijk heeft. En dat is Chiquita GS. Maar dat voorste peloton, dat is een heel eind weg. We hebben straks nog 2 ronden te gaan. En die voorste 3, die gaan normaal gesproken allemaal door naar de finale. Want wie wil dat nog gaan inlopen? Leiding in handen van Sarah Bloemenobel. Die komt aan de buitenzijde rond door Freo. Amateurrijder Fred de Zoete. Een van de oudste amateurrijders van Nederland. Maar je ziet er niet aan hem af. Het is een jonge god die de Zoete. En hij gaat aan de buitenzijde naar voren. Hij gaat in de aanval nu op de leider. En we hebben nog een heel stuk te gaan. Maar hij wil die leiding graag zelf hebben. Met Donder Freo. Donder Freo als eerste de rechte lijn overzijde. Daarachter aan de redelijkzijde denkt Hiltje Chalsma, het zal mijn tijd wel duren met Bernie Boshoeven. En die andere paarden, die denken helemaal niks meer. Die denken alleen maar, wat gaat dat hard vooraan? Naar de vierde plaats is inmiddels gegaan Samantha Stolker. Die is opgeschoven met Kita Select en die gaat nu proberen het gaatje te dichten. En zo komen de deelnemers weer in de rechte lijn voor de tribune. Als ze de finish passeren, nog 1 ronde te gaan. En het is nog altijd aan de leiding Sarah Bloemenobel. Sarah Bloemenobel, daarachter op de tweede plaats. Uitgeschakeld paard nummer 7 galop. De tweede plaats daarachter is voor Bernie Boshoeven. En kijk, Hiltje zitten, de handen vol. Dat is echt een luxe als je zo achter de draver kan zitten. Als je hem er straks achter vandaan trekt, dan word je afgeschoten. En dat weet Hiltje ook. Op de derde plaats daarachter, Donder Freo. En de rest is nu toch al dichterbij gekomen. Chiquita GS aan de buitenzijde gaat naar voren. Aan de binnenkant gaat mee Kita Select. En zo gaan de deelnemers de rechte lijn overzijde door. Op weg naar de laatste bocht. En Hiltje is er achter vandaan gegaan. En dus wordt ze afgeschoten. En zo gaan ze de laatste bocht in. Bernie Boshoeven aan de buitenzijde. Valt nu aan de redelijkzijde Sarah Bloemenobel. En waar zijn ze? Ze zijn halverwege de laatste bocht in de week. En ze komen de raadste rechte leiding. En de leiding is nu in handen van Bernie Boshoeven. Die dame die alleen met paspoort uit Friesland weg mocht. Hiltje Chalsma, daar komt ze aan de buitenzijde. Go baby, go go go! Uitgeschakeld van nog nummer 2. 2 galop. Sarah Bloemenobel. En de derde plaats.